Hoi, ik ben Wouter en ik studeer normaal gesproken communicatie en media in Rotterdam. Maar voor mijn uitwisseling zit ik nu voor een paar maanden in Hongkong. Er wordt hier al 5 maanden lang gedemonstreerd tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk zou maken door miljoenen Hongkongers. Hun angst is dat Hongkong, dat tot 1997 een Britse kolonie was, zijn speciale status langzaamaan verliest. En dat de democratie die hen ooit beloofd was, eigenlijk nooit echt is gekomen. Mede hierom trekken wekelijks duizenden demonstranten de straat op, waaronder veel van mijn medestudenten, om te demonstreren. En deze demonstraties, daar komt af en toe heel veel geweld bij kijken. Zo gebruikt de politie wapenstokken, traangasgranaten en zelfs rubberkogels. En gebruiken demonstranten op hun beurt molotovcocktails en geïmproviseerde barricades om de politie tegen te houden. Ik studeer hier onder andere een vak fotojournalistiek, waarvoor ik vaak de straat op ga om vast te leggen wat er zo gebeurt bij deze demonstraties. En daarbij ontkom je af en toe niet aan gewelddadige situaties. Deze gewelddadige situaties die ik heb gezien zijn af en toe heel lastig te begrijpen. Zo heb ik gezien hoe demonstranten die al vastgeboeid op de grond lagen alsnog werden geschopt en geslagen door de politie. En hoe willekeurige passanten werden geraakt en bedreigd met pepperspray. Ook heb ik gezien hoe een taxichauffeur inreed op een groep demonstranten. En hoe hij vervolgens kort en klein werd geslagen. Naast dit incident met de taxichauffeur is het meest heftige wat ik heb meegemaakt 2 weken terug gebeurd. Toen politie naar mijn campus toe kwam en daar duizenden traangasgranaten en rubberen kogels heeft afgevuurd. Demonstranten hebben op hun beurt honderden molotovcocktails gegooid en barricades opgeworpen. En dit was anders dan elke demonstratie die ik tot nog toe gezien had. Het was meer een soort loopgravenoorlog met alle chaos die daarbij hoort. Dit soort geweld meemaken is een bizarre ervaring. En hoe je ermee omgaat is niet makkelijk. Want enerzijds denk je vooral aan hoe je zelf veilig kan blijven en je eigen veiligheid. Maar ook aan de gewonden om je heen, want dat zijn je medestudenten. Ook is het zo dat je probeert zo objectief mogelijk te blijven en vast te leggen wat er gebeurt. Maar dit terwijl er mensen om je heen geraakt worden door rubberkogels en traangas. Wat niet makkelijk is. Ik heb qua studie ontzettend veel ervaring op kunnen doen. En mijn foto's zijn onder andere gebruikt door CNN. En hoe blij ik hier normaal gesproken mee zou zijn, toch ben ik dat niet helemaal, want ik kan weg wanneer ik wil. Ik ben vorige week nog een weekje naar Tokio geweest. Ik ga binnenkort naar Taiwan. Gewoon om er even vandaan te komen. En mijn medestudenten, die kunnen dat niet. Want voor hen is dit hun thuis. En zij blijven van zich laten horen voor waar ze in geloven. Dus voor hen is geweld nog steeds aan de orde van de dag voor de voorlopige toekomst. Begrijp me niet verkeerd. Hongkong is nog steeds een hartstikke veilige stad en een hartstikke fijne stad om te zijn. Ik kan met vrienden uit eten gaan en uitgaan alsof er niks aan de hand is. Maar het geweld bij de demonstraties aan de frontlinie wordt wel erger. En ik hoop vooral voor Hongkongers dat het snel veiliger wordt. En dat de overheid gaat luisteren naar wat zij vragen in plaats van met geweld proberen de demonstraties tegen te houden.